Yo mensen van YouTubers en welkom in Spruikenskraft. En het is weer donker, verdoe mij. Zal ik eerst opnemen. Komt er van omdat Jens overdag altijd wil buiten zitten en in het zwembad zitten, ja, jammer hè? Oh, is het mijn schuld, jij wilt altijd s'avonds opnemen. Whoops, dat is een leugen. Enkel als ik de bloempjes ga buiten zetten. Jongen, stop met netels buiten zetten, dat mag niet. Oké, by the way, we staan hier nu bij de gondoletta en die gaan we doen deze video. Ja, dit wordt de meest extreme video van allemaal. Want deze heeft namelijk ook modellen gekregen. Godverdomme, ik ben de weg kwijt. Oh. Kijk, daar varen ze. Wat, ik ben de weg kwijt? The fuck? Ja, ik ben er. Er varen daar twee bootjes boenk achterin. Die bootjes zien er grappig uit. Ja, maar ik ben er... Dat zijn echt simpele boten. Hè, maar zoals ik, zoals ik al eerder zei in Zintuigrift, dit was maar een testvaart voor de Fata Morgana. Ik kan er niet in, hè? Wat ik bedoel met testvaart, dat is... Ze varen... Oh shit, ik zit op de tweede rij. Nee, ik kan er niet meer uit. Yes, ik kan er niet meer uit. Mensen van de kanaal YouTubers. Ja, dat is dus om op het systeem te testen. Dat is een staalkabel in het water die de bootjes vooruit trekt en zo. Vaart Fata Morgana dus ook. Zieke video's in, maar met een andere boot in ons gat. Jee, yeah, boy. Heb ik bij de Piranha ook al gezien? Twee... Hey, ik ga die andere boot daar terug! Fuck. Ja, geen nood, maar ja. Maar ja, blijkbaar is deze attractie dus zo populair geworden dat ze hem niet hebben afgebroken achteraf. Eigenlijk was het de bedoeling dat Fata Morgana hier gebouwd ging worden. En dat op het eiland daar, met al die bomen daar, dat is een klein eiland, dat ze daar de Indische stad zouden bouwen en gasten zouden in bootjes er naartoe varen. Maar het eiland bleek niet groot genoeg te zijn, dus het is dus daar gebouwd. En dit bleef er gewoon staan. 20 minuten rondtompelen over het water. Maar hier gaat het iets vlotter. Zo, na 10 minuten zijn we terug. Iets meer dan 10 minuten. Ik vind in ieder geval de bootjes mooier dan die van Zintuigrift. Het zijn gewoon simpel witte bootjes met een afdak, maar hier hebben ze nog een klein beetje meer genomen. Oké, binnen 10 minuten ga ik iets typen in de chat, want anders word ik weer afgekikt. Maar wat ik dus, ja, kijk, zie, er gebeurt niks onderweg, het is gewoon varen. Geen enkel fontein of zo, geen enkel dorpje met poppen waar dat je langs gaat, is gewoon varen. En nu wordt dat gewoon gezien als een simpel bootvaartje, maar toen in de tijd dat het is gebouwd was het echt een grote attractie. The fuck, dit? Ja, dit was echt serieus een grote attractie toen. Ja. Na de Python. Hadden ze nog geen andere rides. Toen, ja, de Python, daar in de halve maan, en daarna deze, dus zo. Ja, een spookslot is de eerste grote attractie van parken. Deze was er 3. Ja, ja, toen was dit populair, zo'n buitocht. Tegenwoordig verwacht iedereen achtbanen die 20 keer over kop gaan. De Python, dat was vroeger de meest extreme achtbaan van heel Europa. Ja, tegenwoordig. Hij gaat wel 4 keer over de kop, maar het is eigenlijk... In Spanje staat de extreemste zeker. Spanje. In Duitsland ook wel. Duitsland zijn echt al van, ja. Tja, wat is de extreemste achtbaan van Europa op dit moment? Ja, dat is de vraag. Wat is extreemste? Waar heeft Europa allemaal staan? Ja, wat is extreem? Rap of ruw? Ja, dat is... Ja, rap, hè. Ja, ruw... Dan met Portaventura. Ja, ruw is ook wel extreem. Ja, als het PortAventura heeft, dan Red Force, maar ja, Silver Star, Blue Fire, Wodan, al die achtbanen. Dan wil de muis toch ook extreem? Ja, maar dat zijn familieachtbanen eigenlijk. Extreem, dat zijn echt de thrillachtbanen. Multi-lounge coasters. Ja, daarom. Nou, wat is eigenlijk de extreemste op dit moment?
Mijn favoriet is Taron. Ja, maar ja, dat is een... Ik wil ook niet zeggen dat het extreemste is. Want... Kijk nou hier, Vliegende Hollander is mijn favoriet, maar dat is door al die combinaties. Het is niet dat, dat hem extreem is of zo. Want dat is niet het geval. Als wow, het dan... toffe boot. Langs de Baron. Ook de Baron. Voor een park als Efteling is de Baron echt een grote investering, maar in die andere frillparken, stel nu dat Walibi een divecoaster maakt, dat zal een stuk langer moeten zijn. Want anders is het saai. Hier in Efteling is dat al heel groot. Dan zeggen ze toch, Efteling is geen frillpark, dus de Baron is een opmerkelijke keuze, maar het is wel de populairste attractie van het park. Allee, of de Python, na al die jaren nog altijd. Schrijf maar in de chat. Voor maar afgezwierd worden, mensen. Ah, ja, slash audio. Ja, slash audio, je bent al verbonden, maar ik hoor geen kut. Wacht. Ah, nu wel. Ja, ja, ploppertjes. Het is wel eens leuk. Deze attractie ook. Wat? Klopt niet. Ik heb deze attractie nog nooit in dicht gedaan, dat is echt pure tijdverschaterij. What the fuck? Ik heb wel, jongen. 20 minuten varen, jongen, dat is te veel. Dat is toch gezellig? Dan kun je dingen op einde gooien en shit. Wat gaan we daarop smijten? Een kabas. Een flesje ofzo, dat is een boot voor 4, dus het van, eigenlijk een van, voor 6, sorry. Oh, ga jij afval in het water gooien? Ik heb iets op een eind gegooid. Ja, als jij erin zit, jongen, dan ga je beginnen schommelen en flikkert gewoon ver. Waar heb je nog What the fuck? In zo'n bloementuin. We gaan botsen. Ha? Dan krijg je... Die boot is... Hey, terug. Ja, die is er gewoon een open ruimte. Noem de attractie? Gondoletta. Een andere shaders opzetten, mensen zien hoe dat eruit ziet. Ik dacht al dat net toen we gingen trekken die boot, ging opeens terug door dat shit. Nee, dat is de reden dat ik die andere shaders niet heb aangezet. Dat is mooier qua water, maar zie je. Het is precies een film van de jaren 60, jongen. Jezus, weet ik. Dus, in het vervolg overdag opnemen, zeg maar. Jij is blij met shaders, mensen. Jongen, dat is alleen maar qua water mooi. De rest is minder. Daarvoor Janse Bennen dus, van het sprookjeskrijf. Als iemand het eens kan fixen om dat water van die andere shaders in de shaders te steken die ik nu aan heb staan, ja, dan is het perfect. Want ja, dit water vind ik... Als je dat van ver bekijkt, is het nog wel mooi, maar als je het van vlakbij bekijkt, dan is dat water... Inderdaad, pijn is ringworst. Saaie video, mensen, ik weet het. Gaat u wel school, stof? Dat is nog zo. Wat de hel, hè? Yo, ik wil eens op dat eiland. Ik ga eens inbreken in de Efteling, ik pak een rubberbootje mee en ik vaar naar dat eiland toe. Hier neffen? Ja, dan ga ik er overnachten. Okay. Jij denkt ook een eiland? Ja, dat is een klein eilandje nog op het water. Dus zoals ik zei, was het eerste bedoeling dat Fata Morgana hier zou komen en dat paleis op dat eiland gebouwd ging worden. Maar dat eiland was niet groot genoeg. Geen goede idee, trouwens. Dan moet je de magische klokjes bezien, hè. Dat wordt al gepaard voor. Dat je dat eens gezien is in een K-programma. Interessant. Nee, dat is interessant, ja. Alleen die Hollander die het allemaal zegt, jongen, daar word ik zot van. Hoe spreekt hij eigenlijk? Ja. Wacht, hoe begon dat? Welkom bij De Magische Klok, de YouTube-serie
waarin je alles te weten komt over de geschiedenis van de Efteling. Dit keer ontraadselen we de geheim van een bijzonder landhuis in het Marenrijk. Villa Volta. Nadat in 1966 het sprookje opende en Indische waterlelies, komen er al snel plannen voor meer attracties. Jongens. Die praat zo irritant, hè. Ja, mensen, grappige dreudel. Fuck, ik hoor het ook niet. Oké, we zijn bijna terug, zie ik. Met een Amro, Aberwillef, Ringworst. Gaan we nog iets treffen? Niet hier. Alhoewel, wacht, was er nog iets? Nee. Dat was op Europa Park, ik dacht het. Wacht, toch nog even. Grapje. Oh. Ga Max en Moritz doen. Very funny. Max en Moritz is open, zeggen ze. Ja, de stoomtrein hebben we nog niet gedaan in een video, maar die gaan we niet nu doen, ze, hè. Een video duurt al 10 minuten. Jammer, Jens, kan ik niet aan de vingers zien. De video duurt al 10 minuten, hè. En dan nog een stoomtrein, jongen. Dan zijn we binnen een uur nog niet klaar met de video. Merkt hij al, die stoomtrein? Ja, die werkt al een hele tijd. Oké, we zijn aan het einde. Ja, hier nog een kleine bocht. Dan zijn we. Ja. En nu gaat het een repeat worden. Nee, ik heb een paar keer iets getipt. Normaal. Oh, maar hij heeft iets getipt, mensen. Ja, volume zo veel. Ja, maar jij gaat ervoor. Oké. Nee. Eerst gaan we eens kijken naar Max en Moritz aan de vooruitgang. Ja, op Sint-Eigenkracht gaan we de gondoletta niet doen, want daar duurt die legit 20 minuten. Hier, 10 minuten, iets meer. Dus de video zal 13 minuten duren. Dat is nog. Oké, Ringworts, kom naar Max en Moritz. Dat is nog best genoeg om te zien, maar ik denk dat iedereen na 2 minuten deze video als buigen zien. De baan ligt er al, hè? Ja. Dat wist je niet, hè? Oh, dat wist ik nog niet, dat heb ik al lang gezien. Mensen, de baan liet er en ik. Oh, de ding is. We gaan naar die show kijken. De afbakening is weg, je kunt nu helemaal naar die gaan gaan. Ja, ik vind echt, dat mag niet eens weg. Maar waarop nou Max en Moritz? Ik ben er al. Ah, ja, zie. Ah, die ingang is echt mooi, man. Zoals ik al heb gezegd bij die Piranha, ik vind dat ze die Inca-goden ook met modellen kunnen maken. Ja, die dat u de trein dat is mooi, man, dit. Zie, en dit is echt in detail gemaakt, man. In de wachtrij is dan ook nagemaakt met dat scheidkussenorgel. Fucking leuk bedacht. Kun je het echt ook van de Fabula kijken? Ah, nee, jongen, in tech is dat een 4D-show, hoor. Jongen, dat wist ik wel, ja. Nee, dat wist ik niet. Klopt. Zie ook naar die muren. Die zijn ook zo mooi. Zie die karkjes, jongen. Die zijn echt zo echt gelijk als een ticht. Zie hoe geile karkjes dat zijn, Dickie. Vrouw Schmetterling. Welke dat gaat de referentie, Max of Moritz? Allebei. Nee, vetje. Ik ga eens checken. Ik zou die gewoon niet treffen, jongen. Die banen zijn zo saai. Jongen, als het er is, wil ik die wel eens doen. Niet hopen. Wel hopen. Zie je, jongen, die baan die is nergens meer dan 2 meter hoog, jongen. Ja, een powered coaster is nooit hoog, hè, want die heeft geen hoogte nodig. Jammer eens, jammer mensen dat op dat pijst. Ga eens naar Fabula. Dat werkt met een trick, jongen. Dat moet niet omhoog. Ga naar Fabula, Daniel, dan kun je tenminste meer zien. Maar Max en Moritz is dan nog een kleiner type powered coaster. Godverdomme, ik zie geen steek. Ga naar Fabula, voorkomen maatregels. Ja, maar je maatregels, jongen, pak al. Anders zien de mensen niks. Ja, ik zie ook niks. Jammer. Hier. Mensen, jammer dat je zo stout is. Ja, hier ligt het. Oké, klaar. Verder wil ik nog iets laten zien, mensen. Heb ik op deze server nog nooit echt rekening mee gehouden. Maar kom eens naar Carnaval Festival. Kom eraan, moederke. Mag ik even mijn shares terug opzetten?
Milveoud. Ik ben er eens, put. Kom maar. De letters zijn terug wit. Nee, dat is bij zintuig, krijgt dat daar anders was. Maar kom eens hier, ik ga even zeiken, mensen. Ah ja. Zie een keer, hè. Oh ja, koolautomaat. Kijk, kom. Gaat. Zie je. Van eten potten, hè? Nee. Ik nog net ben benieuwd. Maar ja, dan was dit weer de video. Dit was de gondoletta, de meest saaie attractie van de Efteling. Ja, je stinkt. Oh! Ja, we zijn er vanaf, dus dan ziet de video, like en abonneer en ciao! Later!